Deze beschouwing die gaat over de ongelovige mens. De ongelovige mens, dat is een mens waar je medelijden mee moet hebben. Daar heb je meer medelijden mee nodig dan de gelovige mens. Medelijden is dat wat je met iedere mens moet hebben die dat nodig heeft. Neem nou mij als voorbeeld. Ik heb een flatje in het centrum van Arnhem. Het is niet groot, maar het is groter dan dat ik nodig heb. Ik ben een man in mijn eentje. Ik ben niet eenzaam. Of ik jou ja, eens zeggen? Ik ben. Ik ben alleen. Ik ben in die zin eenzaam. Maar ik ben niet. Ik, ik voel me niet alleen. Ik ben gewoon in mijn eentje. Klaar. En vanmorgen ging ik naar de markt. Dat was gezellig, man. Echt, dat was heerlijk. En er stond een leuke, leuke. Dat is een meid. Dat is echt een meid. <laughs> En niet met een lange I en een T, nee, een meid. Bij de Scheveningse vishandel, ik vind dat zo leuk. Hè? En vroeger stond ze er met een hoofddoek. Zo heel prominent. Ik heb een hoofddoek. En je zegt er helemaal niks van. <laughs> zo, Tegenwoordig niet meer weet ik veel. Dus, ik zou het niet weten. Ik vraag, ik vraag het ook niet aan haar. Ik vind dat niet gepast. Maar dan kom ik er zo aanlopen. Zij stond dan bij de haringafdeling... Ja, stel ik ook niet zoveel voor. ze hebben gewoon zo'n lange, ja, zo'n zo viskar. En dan, dan zo'n dingetje daarnaast En daar kan je dan haring, dat een haringbar, heet dat. Zij stond achter de haringbar, om nou, die haringen schoon te maken. En ze ziet mij lopen en ze zegt, altijd gedachten Altijd, echt, dat is ongelooflijk. Kijk ze me aan, dan gaan de ogen zo helemaal open. Ze zegt, hallo. En ze zegt, heb je in een haringkie? Ik zeg, ja. Maar ik wil er ook graag een lekkerbek bij. Van die koolvis. Van die hele supergoedkope vis. Oh, ze kan je allemaal bij mij bestellen. Zij roept zo naar de collega's: een lekkerbek met kruiden. Oh, ze maakt die haring voor me schoon. Uitjes erbij. En een bakkie. En... Ja, dat stelt verder allemaal niks voor. Maar ik voel heel goed dat zij mij aardig vindt. Ja, dan kwam een andere man, ook zo'n beetje mijn leeftijd, die kwam er ook bij staan. En ja, dat deed ze niet onaardig tegen of zo, maar tegen mij doet ze altijd heel aardig. <laughs> altijd van, hallo, gaat zo die ogen gaan zo open. Ja, ze ziet mij staan. Ik zie haar ook staan. En wij zien elkaar staan, En daarna liep ik naar uh, zo'n groententent. En daar staat dan een oude kroegmakker van mij. En die zei er nog van: uh, dat hij dus. Want hij vroeg aan mij: van, kom, je nog, kom je nou wel eens daar en daar in het streetcafé? Dan zag ik hem wel eens. Ik zei: Nee, man, ik ben gestopt met suipen. We roken en blauwen en alles. Hij zei, Oh? Nou, ik niet, hoor. En. Uh, ik doe nog, uh, wat heet die? Speed of zo. Nou, zei, dat doe ik ook nog hoor. En dan ga ik daar en daar zitten. Ik zal niet zeggen waar. Maar... zo'n ruige tent. Hij zei, dat is leuk man. Zit je gewoon knetterstoond onder de speed. Een drie je never in je michel. Uh, lekker op de stoep. Dan mag je op de stoep zitten, dat weet ik wel. En dan komt Jan en Alleman, komt voorbij lopen. Zei, nou, dan heb ik de middag van mijn leven. Hij is iets jonger dan ik, denk ik. Aardige gozer. Nee, ik ben helemaal niet. Ik woon dus alleen en ja, dat is toch prima. Dan heb ik zo'n klein flatje en betaal ik bijna geen huur. Ik vind het nog steeds een heel bedrag, maar ja, vergeleken met andere mensen is het echt niet veel. Dus 377 euro anno, 2000, anno 2019, dat is niet veel. Mijn dochter die betaalt dat bijna voor een kamer. Nee, die. Ja, ja iets van 200, 300 euro betaalt ze voor één kamer. Ah, en ik heb een ruime kamer. Met een twee-persoonsbed. Een Ikea-bed weliswaar, maar het is toch twee-persoons. En een Turkenbank. bank. Ja, dus ik heb een balkon hier naast mijn bed. Oeh. En aan de andere kant heb ik dan een keukentje. Ook Een klein balkonnetje. En ik heb een badkamer. Dat stelt niks voor: maar gewoon een nette badkamer. En een toilet. En dan heb ik ook nog een kamer van 3 bij 4 meter. Die ik niet gebruik. Nou, er staat een kast in met uh, oude kleren. Die zijn niet versleten of zo, maar die draag ik zo goed als niet. Maar is het is wel handig dat ik ze nog heb. Ik wil ze niet weggooien. Zien er nog goed uit. En er dus zat mijn gereedschap zitten erin. Oh. En dan zat er zat ook nog een kast in. En ja, er zitten wat uh, kampeerspullen zitten erin. En nog een bureautje. Dat heb ik ooit voor mijn dochter. dat was de kamer van mijn dochter. Na nou, de scheiding kwam ze hier natuurlijk. Of natuurlijk, daar was ik gelukkig mee. Nou, zo'n meisje moet toch een leuke kamer hebben. Ja, nou, die had een leuke kamer. En inmiddels is dat helemaal. Uh, ja, al die kinderdingen zijn er allemaal uit en zo. Die kamer staat leeg. Er zat ook nog een groot tweepersoonsbed in. Als je ooit in Arnhem een bed-and-breakfast wil of zo. Je wil een nachtje overblijven of zo. Doe me een aanbod voor een redelijke vergoeding. Is die kamer van jou. En dan mag je nog op roken ook. Als je de gordijnen maar niet in de fik steekt. En Arnhem is een leuke stad voor jou om... Uh, hè? Als je dan komt, zo uh, ja, zeg maar, hoe laat je, uh, kan, uh, je. Wat mij betreft, als je een beetje lief bent, een beetje aardig bent. mag je hier nog eten koken ook. En wel eten op je kamer dan, hè, dat je mij verder met rust laat. Maar. En je moet door mijn kamer naar de keuken toe. Maar, maar voor de rest, ik denk als jij als je dat leuk vindt, zo'n avondje Arnhem. Oh, man. En Arnhem is een leuke stad hoor. Er is dus genoeg te doen. In de brigant heb je bandjes, punkrock, uh, multiculti-meuk, zeg het maar. Dan heb je Luxor, de overheid is erin gedoken, dan heb je ook allerlei bands. Nou, de Korenmarkt, in Arnhem kan je uit tot vier uur, vijf uur s'nachts hè. Dus dan, stel dat je hier komt op een uurtje of zes, dan dump je al je spullen hier, krijg je de voordeur sleutels mee, krijg je er twee mee. Ga je lekker de stad in? Ga je lekker eten? Ik kan je zo vertellen waar je goed en goedkoop goede kwaliteit kan eten. Zeg maar wat je wil man. Italiaans, Indiaans, Thais, bekijk het maar. Nou, ontzettend goede koffieshops heb je hier. Als je ervan houdt, hè, van blopen. Nou, leuke kroegen. En de Brigand voor bandjes. En Luxor natuurlijk voor bandjes. Ja, kopen, maar ja, daar stelt verder niks voor. Kan je midden in de nacht thuiskomen? Maakt me helemaal niet uit. Kan je lekker slapen? Kortom, met mij hoef je geen medelijden te hebben. Daarom hou ik dit hele verhaal. Dat slaat echt nergens op. Als je medelijden moet hebben met mij, dan denk ik: van, ja, lozig. Nee, dat, uh, dat, uh, de, de, de sop is de kool niet waard, zou ik zeggen. Maar ik ben gelukkig, ik ben blij. Ik ben niet rijk, dat niet. Maar Dat heb ik ook helemaal niet nodig. Ik zit dan met allemaal spullen waar ik van af moet. Toch nog. Toen denk ik denk, ja, ik moet dat eigenlijk ook kwijt. Het liefste in één koop. En dan... Maar ja, goed, daar wil ik het nou niet over te hebben. Maar dan ben ik er vanaf. Ja, ik ben een gelukkig mens. Ik ben een blij mens. Ik ben... Ik zou niet weten wat ik nog meer wil. Ik heb een ontzettend leuk werk momenteel. Echt heel dankbaar werk. In de zin dat ik er dankbaar voor ben, dat ik het mag doen. En dat ik gewaardeerd word voor dat wat ik doe. Dit dat is niet hoogstaand of zo. Foune dus, uh, uh, zakken legen, uh, wasmachines aanzetten. Uh, wissen met van die zwifferdoekjes. Uh, en dan moppen met van die toestanden en toiletten schoonmaken, tegeltjes afnemen, de binnenkant van keukenkafjes schoonmaken. Ja, zeg het, maar. het enige wat ik mij een beetje voor gedrukt heb, dat is ramenlappen. Dus ik denk van ja, daar heb ik echt geen zin in. Ik heb even van die strepen, heb ik altijd. Moet ik nog een keer les in krijgen. Een komende week ga ik al beginnen met waarschijnlijk de eerste kookdienst. Dat lijkt me ook leuk. In de gehandicaptenzorg is dat. Hartstikke fijne, dankbare collega's. Ja, die zitten allemaal uh, een salarisschaal hoger, want die hebben een diploma. En ja, ik heb ook een diploma, maar niet voor schoonmaker. Ik heb een diploma, een master's of science. Ja, maar daar heb je niks aan als je moet schoonmaken. <laughs> voor de forum heb ik dat wel opgestuurd met een pdf van alsjeblieft, hier heb je mijn diploma. Van ja. de landbouwhogeschool Ja, ja meneer, we willen toch wel een diploma hebben, ja. En bovenal, ik ben gelovig. Nabi. Dus ik, ik werk niet voor mensen in de zin van geld verdienen of zo. Ik werk wel graag voor mensen, en in dit geval dan voor gehandicapten. En ja, die mensen die, er echt, die de begeleiding doen, ja, die help ik natuurlijk indirect ook. Want ook die willen op een schoon toilet zitten. En ook die vinden het fijn als ze morgens binnenkomen en de boel is geswifferd en gemopt. Hoeven ze daar niet om te denken. En dat is wat je dan doet, één op één, voor een mens. En dan krijg ik een. Ik vind, ja, genoeg krijg ik daarvoor. En het werk is prima vol te houden. Zo. Als ik dit uitgeknobbeld heb, ben uh, ik uh, 24 uur in de week ongeveer ben ik het bokje. En dan moet ik heel zuinig leven, maar dat vind ik helemaal niet erg. En dan kan ik sparen iedere maand. Ja. ja. Nou, en met dat spaargeld, uh, dat is dan voor als uh, calamiteit of zo. Hè? Want mijn mek ja, wil ik binnenkort vervangen hebben. Ik wil het geld kunnen hebben in elk geval. Ja, ik denk dat er een andere moet komen. Voor het geval dat hij eruit knalt, dat ik in één keer door kan hobbelen. Ik moet geen Sodermitter. Maar nu, die ongelovige mens, hoe moet het daarmee? met een ongelovig mens... Ja, daar dien je medelijden mee te hebben. Ik weet... dat dat wat je kan tellen... en meten... En daarmee heb ik... de hele... wereld beschreven. Want alles wat je kan tellen... of meten... dat, dat betreft alles. Ga er maar even over nadenken... Nou, je kan wel zeggen, nou, er waren ontelbaar veel mensen aanwezig. Nou, dat wil alleen maar zeggen dat je geen zin had om al die mensen te tellen, maar ze waren te tellen, wees eerlijk. En anders kan je er een gooi naar doen, dan doe je een soort van meting. Het zag echt zwart van de mensen. Nou heb je een meting gedaan. Alles wat je kan tellen of meten, dat is alles wat er is. Alles wat er is, kan je tellen of meten. Punt. En, en daar komt het grote ding. Alles wat je kan tellen of meten, dat, dat is dus alles, maar dat is niet alles. Er is ook één ding, weliswaar maar één ding, maar toch dat ene ding. Dat kan je niet tellen, dat kan je niet meten, maar dat is er wel. Want het moet er zijn. Dat moet er zijn. Dat kan niet anders. En dat bewijs dat volgt uit het ongerijmde in die zin: dat als dat wat er moet zijn, als dat er niet is. waar komt het telbare en meetbare dan vandaan? Waar is het telbare en meetbare dan op gegrond? Helemaal nergens op. En dat is het probleem van de ongelovige mens. Want die erkent niet dat er naast het, noem het maar de veelheid, hè, alles wat telbaar en meetbaar is, dat is een veelheid. Dat je naast de veelheid heb je ook een eenheid. In de zin van er is er maar één. Dus je hebt één en veel. En de mensen die dat één niet inzien, want je kan het niet zien, maar je kan het wel inzien. Maar de mensen die dat niet hebben, die hebben dus als het ware een blindheid daarvoor. Die zijn eenheidsblind, zou je kunnen zeggen. Die mensen zijn gehandicapt. Die hebben een blindheid. En dat is niet fijn voor die mensen. En ik heb daar geen last van. Want ik weet dat die eenheid is. En als je aan mij vraagt: ja, hoe ziet hij er dan uit, dan zeg ik. Nou, je kan hem niet tellen, want het is er maar één. Eén. Dan ben je gelijk uitgeteld. Eén. Ja, Dat is geen tellen, zou ik zeggen. En je kan het ook niet meten. Dus ik kan niet zeggen of het rood is, of wat dingetjes is. Eén keer heb ik een ervaring gehad. Dat was ik... Ja, ik heb die ervaring wel gehad. En toen verscheen dat ene. Dat verscheen aan mij en dat leek op een... Een zwarte, verzengende tornado... die mij duidelijk maakte uh, dat ik geen, ja, dat ik wel kon zeuren over mijn bestaan, maar dat dat echt geen zin had, dat dat geen betekenis heeft. En ook zei dat, of maakte, ook was die andere gedachte dat ik in het aanschouwen van dat ene um, niks te zoeken had. het zei als het ware tegen mij uh, perretje winkeltje, sukkel van me. Als jij nou eens aan het werk gaat en gaat doen waar je verstand van hebt, in plaats van ja, ja. als je dan vergelijkt met een paard die, die voor een kar loopt, hè, en dat uh, die, uh, allemaal paarden lopen voor een kar in zo'n zo'n span, hè. En dan een van die paarden denkt van, goh ja, uh, al die paarden denken zo, nou wat wij elke dag doen, het is lekker, met z'n allen gaan we lopen. En een van die paarden denkt van, ja, maar wat is raak aan de hand? We krijgen elke dag te eten, we krijgen elke dag te drinken. En ja, waar komt dat vandaan? hè? En dat een van die paarden denkt van, volgens mij heb ik het in de gaten. Er is een eigenaar van die kar die wij trekken. En zo'n paard draait zich om en kijkt dan, als het ware, naar de koetsier, waarop de koetsier zegt van, hé, 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 je bent een paard, je moet niet kijken naar de koetsier, de koetsier kijkt naar jou. Oh, dat was mijn ervaring ermee. En ja, dat ik dus de, daar de kleur zwart mee associeer. En de tornado. En ook een enorme hitte er ook nog bij. Dus het was zwart. Het was een hitte. Het was een tornado. Het... Oh, Wauw. Ja. En ik schrok met de platter. Ja. En ik heb het ook nooit meer opgezocht. Ik heb het nooit meer opgezocht. Dat, ja, dat besef. Het was per ongeluk hoor. Ik was niet op zoek naar dat. Het had te maken met iets voor mijn software. Ja, klinkt een beetje gek, maar zo was het. En nu weet ik het. Ik weet wat God is, en je dient God door. Ja, niet door hem te aanbidden. En je mag wel bidden, maar dat is een smeekbeden. Als je je eenzaam voelt, als je... Ja, 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 zoiets. Hè? Je mag wel bidden, maar zoals Kirsten zei, uh, punt 1, niet uh, repetitief... Ja, dus als je, als je dus bidt, dan, dan doe je een gebed en, en dan is het ook klaar. En niet hetzelfde gebed honderd uh, keer achter elkaar doen, AUB. Wat een gebruik is bij heidenen. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Hè? Dus als je repetitief bidt, conform de Bijbel. Uh, ben je een heiden. Zal ik het uh, even checken hoor. Okay, I got, um, um, re if just repetitive praying. And, um, repetitive praying. And if I, Van Not moet je dan, denk ik, doen. En dan uh, KJV, King James. Hè? Ja, Matthäus 6, vers 7. King James. Matthew. Ik vind het zo leuk dat het internet het werkt als een tierenliem, moet ik zeggen. Hoor. Matthew 6. Matthäus 6 vind ik erg mooi hoofdstuk. Vers zeven. But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen. For they think that they shall be heard for their much speaking. Exact, exact. Kijk, als je bidt, als gelovigen. Het Onze Vader, dat is een goed gebed. He, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Heel belangrijk dat je dat even erbij zegt. Van ja, he, denk even aan Friedrich Nietzsche, der Wille zum Macht. He. Dat komt er allemaal aan, de koninkrijk gods, dat komt he. Alle tekenen wijzen daarop, snap je? Ja, niet morgen natuurlijk, maar. Hè. Tijd gaat langzaam, dat vinden wij in het algemeenheid van tijd, hè, dat het zo langzaam gaat. Laat, laat het even op je inwerken, hè. maar wat je dan verder bidt, is dan uh, uw koninkrijk komen, dat is in de toekomst, hè. uw wil geschieden, dat is zo. Waar wij in leven, dat is, het, dat is de resultante, het gevolg, het resultaat, maar ook het, voortdurend bij, het wordt voortdurend bijgewerkt, want het is, de wereld is niet af. Hè? En het is het resultante van een wil, God is de wil, God is de enige wil. De enige en ondeelbare wil, die komt van God. Daarom is er ook niet zoiets als een vrije wil. Daar kan je lekker mee ophouden met die hele gedachte. Ja, ik uh, ben geboren met een penis en ik heb twee ballen. En, uh, maar ik wil, uh, dat is mijn eigen wil, dat is mijn vrije wil. Ik wil uh, als vrouw door het leven. Ja, er uh, zijn de ongelovigen die zo spreken, hè. Want God wilde dat jij een mannetje was. En jij met je vrije wil, jij wilde wat dat je een vrouwtje bent. Waarop God dan, ongetwijfeld, oh, ik zeg niet dat dat allemaal plaatsvindt, maar stel, stel, hè, hypothetisch, jij, uh, jij meldt je bij God uh, van, uh, op, uh, op het uh, uh, klachtenuur, zeg maar, hè? Dus dan kan je intekenen, van, ik heb een klacht, ik klacht bij God, wil klacht bij de ene en ondeelbare wil. En dan kom je eraan en zegt God, die zit er zo. En zeg, nou, wat heb jij nou te zeiken? Nou, zeg je dan: uh, oh God, uh, jij wil maar van alles, maar ik heb een vrije wil, snap je? En uh, ja, ik wil graag vrouwtjes zijn. En dan krijgt God je zo aan: van nou oh ja, joh? ja, en waarom dan? Nou, ik, uh, ik wil in de samenleving gezien worden als uh, vrouw. Nou ja. Nou, en dan uh, schrijft hij zo op. Rode Burgstraat, 3-3, 6811 Hendrik Maria Arnhem. Vragen naar Perry. En dan kijkt ze iemand van wet. Ja, dat goed. Hij uh, doet uh, huishoudelijk werk in de gehandicaptenzorg. Lijkt me uitermate vrouwelijk beroep. Ja, toch? ja, maar dat wil ik niet. Dan moet ik de hele dag vrouwenwerk doen. Ja, zo rot, wat denk je dan aan? Wil je een mannenwerk doen? Waarom wil je dan een vrouw zijn? Ja? Je wordt toch maatschappelijk gezien worden als vrouw. Nou, onderaan beginnen zou ik zeggen. play schoonmaken, net als Perry. En een beetje geduldig zijn met die bewoners, want die zijn niet zo snel. Natuurlijk is dat zo. Maar er is geen vrije wil. Je hebt wel een vrije keuze. Dat wel. Je mag altijd kiezen om idiote dingen te laten doen. Mijn dochter die loopt in de rondte met een ding door haar neus. Dus het is heel makkelijk. Uh, net als met een stier, die heeft ook zo'n ring door de neus. Met die stieren doen ze dat. Hè? En dan kan je aan nou, die ring kan je trekken. En nou, dan kan je met mijn dochter ook doen. Dus ik zat er ook met verbazing naar te kijken. Uh, en dat heeft die moeder dan natuurlijk weer goed gevonden. En ik zei tegen haar, wat heb je nou hier nou hangen? Ja, zei ze, dat is mijn piercing. Ik zeg ja. Zeg, als je dat aan mij had gevraagd, had ik dat niet goed gevonden. Waarop mijn dochter me zo heel gelukzalig aankeek en zei: van, Ja, maar ik ben nu 18, pap. En dat beslis ik lekker zelf. Kijk, dat is een vrije keuze. Vind ik ook goed hoor. We gaan ze helemaal lekker met een ring door de neus lopen. Ik vind het belachelijk uitzien. Maar... Ja. Ik werk dan nou dus in de gehandicaptenzorg. Er zitten dan van die dames, die zijn al een beetje op, uh, op leeftijd. Dat is ook een goed teken hè, dat die mensen die kunnen dat beroep volhouden tot in de vijftig hoor. Dat is een goed teken. Hè? En die zitten dan niet onder de tatoeages, maar ze hebben wel tatoeages. Vrouwen, hè, met tatoeages. En die roken een shag of zo. Hele aardige mensen. Dus ja, de eerste, noem het maar, bijna bejaarden met tatoeages, ja, die komen eraan. En als mijn dochter straks in die leeftijd komt en hebben haar leeftijdsgenoten die ook dan... Uh, op leeftijd zijn, hebben ook allemaal van die grote gaten in hun oren. waar vroeger die toeps in zaten van een centimeter doorsneden. Dat je er doorheen kan kijken. Ja, dat moet mijn dochter maar weten hoor. Dat zijn een van de mindere problemen. Mijn dochter is, by the way, die is ongelovig. en ze voelt nattigheid. Dat kan ik je op een briefje geven. Want ze gaat nou bij de, het leger des heils wil ze komen voor de stage. En Dan gaat ze werken met ah, tuig, uh, cocaïne snuivende, roohiepknol uh, gebruikende, ja gewoon echt tuig. Wat uit iedere instantie uitgeknikkerd is en dan is dat laatste vangnet. Dat is dan het leger der zeils. Ja, nog lager dan ga je in de bak, maar ja, dat kost ook al helemaal geld. Dat is dan maar bij het leger der zeils. Mijn dochter, die heeft het er al heel lang over, dat ze met die groep wil werken. Ja. Dat is leuk dat ze dat krijgt. En dus zei ze, als ze dat voor elkaar krijgt, hoor, ze is, is, ze, de laatste keer dat ik haar sprak, had ze het nog niet voor elkaar ze had nog niks gehoord. Anyway, ze zei tegen mij: van, Ja. En ook is het zo dat het Leger des Heils. dat werkt op een christelijke grondslag. En dat sprak haar aan. Dus het ene wat haar aansprak. was de doelgroep. Dus de, de mensen die het echt overal verbruikt hebben. Kortom, tuig van de regel. Met, met, met strafbladen en alles ongetwijfeld. ongetwijfeld. Ja, strafblad, maar goed, dat zijn niet uh, moeders uh, lievertjes of zo. Maar nou, dat vindt ze dan tof. Ja, drugsgebruikers, interesseert er helemaal niks. Als ze heeft ook begrepen bij het leger de zeil: uh, wordt het niet moeilijk gedaan als je nog steeds cocaïne of wat dan ook gebruikt? Dan heb je dan meer GHB en speed, denk ik ook. Ja, dat mag je gewoon blijven gebruiken. Daar wordt niet moeilijk over gedaan. En mijn dochter vindt dat goed. Nou, dat vind ik best. Ja, dat was al een pre voor haar. En het feit dat die organisatie, Het Leger des Heils, dat dat christelijk is. Katholiek volgens mij, maar dan nog. Het is een begin. Dus vandaar dat ik zeg: Mijn dochter is ongelovige. En die voelt nattigheid. Want zij heeft inmiddels ook wel in de gaten dat ik. Ja, ik heb ontzettend veel gezopen. In de afgelopen drie jaar ongeveer. Ik was altijd al een behoorlijke sociale drinker. Echt heel sociaal heb ik gedronken. Maar ja, niet dat ik elke dag dronken was. Maar ik dronk wel elke dag. Iets voor het eten, een biertje voor het eten en dan een biertje na het eten of zo. Elke dag. En als het een feestje was, ja, dan een uh, halve liter sterke drank, geen probleem hoor. Ja, is een beetje veel, maar zo zeg maar halve liter, nou, een halve fles whisky. En zo'n 0,7 liter daar de helft van. Nou, ja, dat krijg ik wel weg. En de laatste drie jaar heb ik echt boei. En dan van de een op de andere dag... kaboem, afgelopen. Mijn dochter van... Hè? Hè? En ik zeg je, ik als gelovig iemand... ik, heb dat, ja, ik ben erin gesteund. Zo voelt, dat, zo voelt dat voor mij. Of dat zo is, maakt me geen donder uit. Maar ik heb geen professionele hulp nodig gehad. Ja. En het is nu uh, 20 juli... en ik ben gekapt ergens begin april. Nou, dus dat is dan uh, 7 min 3, nee, april is 4 natuurlijk, dus dat is meer dan drie maanden. En ik, ik, ik taan er niet naar. Ik kan het zo kopen hier om de hoek. Ik gebruik er dagelijks tabak, wiet en alcohol. Ja, dat is voor mij onder handbereik. En uh, ja, geld heb ik momenteel om het te kopen. Dat is echt geen probleem. Ik doe het niet. Ik zou niet weten waarom. Gewoon geen zin in. En ik heb ervoor gebeden. Want ik was het zat. Om elke dag zat te zijn. En s'morgens wakker te worden met zo'n... Ik nou, kan niet echt een kater, maar wel zo zo'n zware... Bier. Hoe laat gaat de winkel lopen om bier te halen? <laughs> Van roes naar roes. En dat was op een dag genoeg geweest. En dan moet je even keihard zijn tegen jezelf. En nou, toen heb ik gebeden. En om hulp gevraagd. Ik ben dit en dit van plan, dit ga ik doen, dit wordt mijn. Ik ga het heldere, nuchtere leven in. En ja, het enige wat ik God gevraagd heb, was discipline. Doe me even een shot discipline. Nou, oh, die heb ik gekregen. En dan loop ik op straat en dan loopt er iemand voorbij en die, die rookt een sigaar of een checkie, of er staan twee Turken te hoeren en die roken allebei een filter sigaret. Ja, dat ruik ik. 10 meter afstand. Hé, hey, daar rookt iemand, hè? En dat zegt me helemaal niks. Ze liep een keer langs het terrasje en er zat een oudere dame, of een oude, op mijn leeftijd ongeveer. Best een leuk mens. En die kan suipen, jongen. En die ken ik dan uit de tijd hè, dat ik ook uh, bijna elke dag in de kroeg zat. Een heel aardig iemand. En die zat dan lekker in het zonnetje met een groot glas witte wijn. Nou, dan weet ik al precies wat zij de rest van de middag gaat doen. Nou, lekker witte wijn drinken natuurlijk. Een oude hoeren. Zij is met pensioen of zo. En dan kijk ik naar haar en dan gaat zij lekker aan de witte wijn. En ik voel niks. Ik denk helemaal niet van, oh, ik wil daarna zitten en ik wil meesuipen met haar. Terwijl ik dat vroeger wel gedaan zou hebben. Dan had ik, haar, had ik haar zien zitten. Dan was ik aan tafel. die had ik gezegd: Mag ik erbij komen zitten? had zij gezegd: Ja hoor. Ik lekker in je neven met de ijs. Nou, haar wat aanbieden natuurlijk daarna. Wil je ook wat drinken? Ja. Ik weet precies hoe die middagen dan verlopen waren. En nou zegt het me helemaal niks meer. Dat komt omdat ik gebeden heb. En dat ik gebeden heb komt omdat ik gelovig ben. En ik heb wel stomme fouten gemaakt, stomme dingen gedaan, maar een zondaar, mm, nou, nee, niet echt. Nee, ik zou niet weten wat ik de laatste tijd gezondigd heb. Of je moet zeggen, peri, oh, je zoveel suipen, dat, nee, dat is niet goed hoor. Dan denk ik, wauw. Oh. Ik heb er niemand mee lastiggevallen. Ik heb allemaal netjes mijn rekeningen betaald, hoor. Wat is dat nou? Er is niemand armoedig geworden van mijn alcoholconsumptie. Dat, dat is niet waar. Het was ook na dat stoppen met drinken... Dat ik bij de gemeente op bezoek ging om te vragen of ik een uitkering kon krijgen. Nou, dat lag een beetje moeilijk, gezien dit, gezien dat. En ik had toch al aangegeven: van, ja, uh, het is leuk als ik een uitkering krijg en ik kan werken. Ja. Dus zeg maar wat, ik wil dan geen uh, computerwerk meer doen of zo. Ja, als het moet, dan wel. Maar ik zei: ik wil het liefst werken voor mensen. Nou, dat heb ik dus precies voor mekaar gekregen. Anyway, zij zijn ze nou ook weer. Ik zat er dus op bezoek en ik vertelde dus dat ik gekapt was met die drank en toestanden. vrouw zei, zo, oh, oh, oh. Heb je daar professionele hulp bij gehad? Ik zei, nee. Oh, oh. Maar stel dat, ik, dat het met dat bedrijf en zo, dat het niet goed gelukt was, hè? Oh, dat het dan wel gelukt was qua uitkering, laat ik het zo zeggen, hè? Dat bedoel ik eigenlijk. Dan had ik ook willen werken. Dat zei ik tegen haar. Ja, ik ga niet niks doen. Daar heb ik, daar heb ik geen zin in. Dat, dat vind ik niet goed. Want ik ben gelovig. Ik weet niet of ik dat er achteraan heb gezegd bij de, bij de sociale dienst. Ik weet wel dat ik het vind. Hij die niet werkt, ja, die zal niet eten. Als ik niet kan werken, hoef je me niet te laten verhongeren. Dat zou ik niet leuk vinden. Dat zou ik niet aardig vinden. Hè? Maar als ik niet ziek ben en als mijn benen nog kunnen lopen en mijn handen nog kunnen wapperen, ja, dan, uh, dan ga ik werken natuurlijk. Maar ik ga niet meer in de ICT uh, poen verdienen met een leaseauto over de twaalfen scheuren en ze helemaal gek maken en offertes schrijven. Nee man. Nee, laat mij maar iets doen wat uh, nuttig is voor uh, mijn medemens. Dat zeg ik vanuit mijn geloof. En dan ben ik heel dankbaar voor, uh, voor, uh, voor God uh, zijn, noem het maar, uh, langmoedigheid naar mij. Want het pakte wel allemaal heel erg goed uit, moet ik zeggen. En ik ben dan begonnen op een 0-uren contract. Maar van de week uh, kreeg ik een briefje onder mijn neus. Uh, daar stonden datums op tot en met 9 september of zo. Het is nu 20 juli, hè? Tot en met 9 september. Ja, ben ik bijna helemaal volgeboekt. Hoppakee. En het is nog maar uh, 20 juli. En er was één persoon die daar even kwam. Die, die had ik wel een paar keer gezien al en we hadden ook grapjes gemaakt. En, uh... ja, ik denk niet dat ik de allerbeste schoonmaker van Arnhem en Omstreken ben, en omstreken ben maar uh, dat hoeft ook niet. Ja. Ik maak schoon. Die, die toiletten, daar ligt geen poep meer in. Er ligt ook geen plasje meer in. En... En als ik een schoongemaakt heb en er blijft een beetje urine lucht in hangen, dan, uh, dan pak ik even die fles met die bio-urineverwijderaar. En dan, het mag wel niet volgens mij. Maar dan gaat er even een scheut van die bio-urineverwijderaar in, hoor. En dan doe ik het licht uit van het toilet. Dan laat het maar lekker even intrekken vanavond. Morgenochtend is die helemaal schoon. Heb je vanuit je gelovigheid, is het leven veel. Fijner, veel mooier. En de ongelovige mens, die heeft dat allemaal niet. De ongelovige mens in mijn situatie, die was misschien blijven suipen. Nee, dan wordt het leuk. En dan wordt de Belastingdienst pas echt boos. Dan raak je je flat nog kwijt ook. En daar is nu geen sprake van. Oh ja, dat was het andere ding dat die. Die vrouw bij de Sociale Dienst aan mij vroeg: ja, heb jij geluidsoverlast veroorzaakt? En ik zo, Daar nah, denk ik: zeg, Ja, ja zei, dat is wel eens gebeurd. Ik heb een keer een, voor mijn dochter een dansfeestje georganiseerd. Nou, dat ging wel even te keren. En daarna zei, heb ik ook een keer. Een, en begon ze tot te lachen. Toen zei ze: Nee, zei, dat bedoel ik niet. Dat is een keertje. <laughs> zo. Nee, zei ze, de afgelopen tijd, dat je dan uh, helemaal bezopen was en dan uh, keihard de muziek aan en dan de buren uh, de politie gaan bellen. Ik zei, nee, joh, tuurlijk niet. Nee, hey, dan zit ik hier te drinken en uh, ja. dan zit ik naar die stomme Netflix filmpjes te kijken, meer niet. Nee, ja, die zag men wel zitten, die vrouw bij de saus. Dus die gaf me dan ook uh, de tip van: nou, dan regel ik wel voor jou een sollicitatiebegeleider. Nou, en die was ook uh, reuze tof. Nou, ja, en toen uh, ja, was het balletje, balletje, en toen kwam aan het rollen, en toen poets. En dan was ik fijn aan de slag. Voor precies wat ik wilde. En de ongelovige mens, ja. Ik heb de voorbeelden ervan, hoor. Klagen. Oh, wat kunnen die klagen? En lullig doen, hè? Ik, ik was met een team, we hadden vier, we waren ze vieren, waren we alle vier fan -out. Eén van die fan die kreeg een zware vorm van hele erge kanker. lymfeklierkanker. Nou, dan sta je met één been in het graf. Hij werd behandeld. In zo'n specialistisch ziekenhuis in Amsterdam, met AMC. Nou, de vraag is of je daar levend wegkomt. En ik ging bij die man op bezoek. Ik ben een paar keer geweest. En die andere twee vennootten? Helemaal niet. Ja, daar zak me dan toch de broek van af. Dat flik je toch niet? Uh, wat die vindt, ik vind hem eigenlijk een eikel. Ja. En dan kan jij wel vinden dat het een eikel is. En ik denk dat heel veel mensen dat vonden. Ik, ik vind hem ook een eikel. Uh, maar uh, gewoon in de, als collega, dan zullen me zeggen. Uh, ja. Niet echt een productief, uh, motiverend, positief persoon. Maar als iemand zo'n ernstige diagnose krijgt. Ja, sorry hoor, maar dan ga je toch echt even langs. Vind ik hoor. Je kan het niet maken om dat niet te doen. En die ongelovige mensen, die bleven lekker thuis. <kugst> Interesseerde hun wat. Ah, dat vind ik niet cool, joh. Nee, ik heb veel dingen mee meegemaakt met ongelovige types. Je wordt er scheidsziek van. En die mensen zijn zielig, hoor. Dat... Ja, die man die zich als een eikel gedroeg. Ook een ongelovige vent, maar... Die komt uit een katholieke omgeving. En katholieken zijn in de regel ongelooflijk ongelovig. Die was nog steeds boos op zijn ouders. Dat ze hem verwaarloosd hadden. Ja, zielige man, en toen hij dan die diagnose kreeg, ja, had ik medelijden met hem. En uit medelijden ben ik be bij hem op bezoek gegaan. Uit medelijden. En die andere twee fennoten die hadden helemaal geen medelijden. En met die lui heb ik ook medelijden. Want dat staat niet leuk op hun cv. Dan kun je zeggen: van ja, maar ze gaan dat toch nooit aan iemand vertellen, joh. dus er komt niemand achter. Nee heb je heel mooi gezegd. Er komt nooit iemand achter. Maar wie zijn naam was ook alweer niemand. Ja, God natuurlijk. En God ziet alles. Uh, anders gezegd, als die mensen doodgaan... Uh, dan zien ze het leven nog één keer aan zich voorbij voltrekken. Vo Voorbijgaan vo vo of zo. Net als in een film. En dat soort dingen komen naar boven. Dat ze zo waren. Bij leven. En dan is het te laat. En zelfs de... de, de theosoven... die beweging rondom Helena Petrovna Blavatsky... die Russische aristocratische vrouw... zelfs die beweging zegt het dat er zoiets bestaat als een hel. Dus zelfs die zeggen dat er bij het einde van het leven er een afrekening komt en dan ga je of links of je gaat rechts. En die voorspellen niet veel goeds voor gedrag, wat ik dus gezien heb bij mijn mede-vennoten, die niet de moeite wilden nemen om even op een middag heen en weer te gaan naar het Academisch Medisch Centrum. En daar aan het bed te zitten van iemand die vreest voor zijn leven. Als je daar geen, als jij als mens, als ongelovige lul, maar in dit geval mag je dat zeggen, vind ik. Als ongelovige lul niet de moeite neemt om op bezoek te gaan. Bij iemand die vreest voor zijn leven. Ja, hoe moet het dan op het moment dat jij vreest voor je leven? Nou, de moeder van mijn kind. Dan nee, pak ik er nog eentje bij, hè? over de ongelovige mens. Hey, de moeder van mijn kind. Achter het stuur in de auto, als er dan iemand voor haar, uh, bijvoorbeeld, dat, dat zie ik dan gelijk. Hè, dat Die auto die rijdt niet echt lekker door en die gaat dan een beetje naar links en die gaat dan een beetje naar rechts en zo. En dan weet ik dat iemand de weg aan het zoeken is. Die moet ergens links of rechts naar de Gerbrandiestraat of zo. En die probeert die, die straatbordjes te lezen. De Tom-Tom is kapot of zoiets. Ja, ik zie dat. En de moeder van mijn kind achter het stuur, die zit dan achter zo'n twijfelneus, die niet weet of die door moet rijden of dat die links af moet. En dan schelden jongen. En dan woorden gebruiken als: hé, hey, stinkende bejaarde, rijd toch een keer door. Gewoon waar mijn dochter dan ook op de achterbank zit. Dan gaat ze even een Nederlandse taalles geven aan uh, mijn kind. Uh, mijn kind, wat ik graag samen met haar uh, had opgevoed. Maar dat wou ze niet, dus daar heb ik de opvoeding in mijn eentje maar gedaan. Hey? Ongelooflijke trut dat ze is. En dan gaat ze zitten schelden. Op die uh, persoon die voor haar rijdt. En dan gaat ze uitmaken voor stinkende bejaarden. En nog andere krachttermen en zo. En dan moet je er eens meemaken dat zij. Uh, dat ze bijvoorbeeld moet inparkeren. En daar is er niet zo'n ster in. Hè? En dan zit zij te hannesen. En dan moet er iemand anders even wachten. tot zij ingeparkeerd is of gedraaid op de weg, gekeerd. En dan raak ze in de zenuwen, joh. En dan denk ik, ja, dat snap ik wel. Want als een ander loopt te hapselen, hè, haspelen moet je natuurlijk zeggen, hè, maar als een ander loopt te hapselen, en dan ga jij uit je, uit je plaat op niks, en dan ben jij een keer aan het stuntelen, en dan ga je ervan uit dat die ander uit zijn plaat gaat. Maar jij zet zelf de toon. Dat doe je zelf. Kijk, als ik achter iemand rij uh, of ik zit voor het stoplicht en de motor van iemand die voor me staat, de motor slaat af of zo. Ja, mij maak je de pis niet lauw hoor. Nou, moet je even wachten. Ja, moet je even wachten. Ja, kan ook niet zo. En als ik voor het stoplicht sta als eerste en dan slaat bij mij de motor af, dan heb ik precies hetzelfde. Ja, dat kan gebeuren. En dan, diegene achter mij, ja, die moeten mij verwachten. Ja, shit happens hoor. En dus ik, mij maak je de pis niet lauw als jij je motor laat uh, uitgaan, het afslaan. Als je voor me staat. En ik maak mezelf de pis niet lauw als het mij een keer gebeurt voor een stoplicht. Ik maak er geen gewoonte van. Ik probeer mijn motor draaiende te houden. Maar als het een keer gebeurt... En dan de moeder van mijn kind. Die gaat helemaal uit. Hou de, de motor. En dan in de zenuwen, in de stress en in de spanning... dan slaat de motor nog een keer af. Ik vertelde mijn dochter ook dat ze met de moeder was na de scheiding. Toen waren ze ergens geweest met de familie... En... En kwamen ze terug en dan moest, uh, de, moest die moeder die auto in parkeren. Ergens aan de stoep. En er stond een groepje buitenlandse mannen. Waar mijn dochter dat erbij zei, weet ik niet. Maar dat zei ze dus, van die Turken. En die stonden daar uh, een beetje te kletsen en uh, een sigaretje te roken. Zo. En die, die keken dus met een scheef oog naar dat gestuntel van de moeder van mijn kind. En dan zei mijn kind: Nou, en mama raakte helemaal in paniek. Van die Turkse mannen. En ze een zakje met zouten dropjes liggen. En dan nam ze het ene zouten dropje na het andere zoute dropje. stopte ze in haar mond. En maar kauwen 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 op die zouten drop. En dan weer overnieuw proberen. En dan nog meer in paniek. En dan nog meer zouten drop. En toen stond die auto uiteindelijk dan uh, geparkeerd. En toen was ze misselijk van de drop. Ja, dat is de ongelovige mens. Dat is een heel zielig iemand. De moeder van mijn kind dat is heel zielig. Want ik was heel boos op haar, maar nou niet meer. is mooi geweest. Zij is ongelovig en ja. Ik niet. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. En ik hoop dat jullie ook op zoek gaan naar. Nou noem het maar die gelovigheid, hè? Die geborgenheid. Die vergevingsgezindheid. Nou, dat medelijden. Het medelijden met al die mensen die zich niet weten te gedragen. We zijn allemaal kinderen van God, maar het is wel de bedoeling dat we het een beetje volwassen doen. En er zijn ook mensen die zijn. Uh, ja, ook allemaal kinderen van God, maar dat zijn daadwerkelijk kleuters, die verwachten dat er uh, hulp komt op ieder geschikt moment. Dat is helemaal niet zo. Ja. Dus even terug. Ik ben dan nou geholpen in het stoppen met alcohol drinken. Daar heb ik voor gebeden. Maar voor dat bidden daar moet je geen gewoonte van maken. Ik heb het idee dat als ik elke dag met een verlanglijstje op mijn knieën ga. dat God denkt: van, oh, daar heb je hem nou weer. Wat zou die nou wel weer te vragen hebben? Ja? Dat is ook de bedoeling niet. Maar als je het echt nodig hebt. Ja? Ik weet nog van de week, toen was ik van mijn werk teruggekomen. En ik had een last van mijn ledematen, man. Oh. Dan stond ik s'morgens op. En oh, 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 oh. Dan was ik stram en stijf, man. Nou, daar heb ik gebeden. Dan heb ik gezegd: God, wil je me alsjeblieft een beetje helpen? Want dat is dan iets, dat heb ik niet onder controle. En daar kan ik ook echt niks aan doen. Nee, ik probeer erom te denken dat als ik op moet. Oprapen van de grond, dat ik door mijn knieën ga en niet de hele tijd uh, buk. Want dan krijg ik een overbelasting in mijn onderrug, dat moeten we niet hebben. Dus dat oefen ik dan. Maar ja, mijn knieën zijn ook stijf. <laughs> ik ben niet aan het zeuren of zo, daar gaat het niet om. Ja. Nou, daar dan een gebedje voor. Ah, God, als je, toch, als je dan toch niks te doen hebt, <laughs> help me een klein beetje met mijn gewrichten. Weet ik veel waar het goed voor is. En als God het nodig vindt, dan, uh, dan komt dat goed. En kan ik voorlopig lekker blijven doorwerken als uh, ondersteunend medewerker. Afdeling huishoudelijke hulp in de gehandicaptenzorg voor de acht jaar die mij nog resten in mijn werkende bestaan. En dan zullen ze me wel, uh, kijk, een oude weesje of zo. En in deze flat mag ik denk ik blijven wonen. Als ik die trappen nog op en af kan, want ik heb geen liften. Maar dat denk ik wel. Dat krijgen we wel van elkaar. En de ongelovige mens. Ja. Bij mij wekt het medelijden op. En ik hoop bij jou ook. Snap je? Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgs. Als gelovige. En tevredene. En gelukkige. Theedrinkende. <laughs> Arnhemmer. Dan zeg ik tjus. En dag lieverds.